Dus goedemiddag iedereen, welkom op mijn doctoraatsverdediging. Wat de samenvatting is eigenlijk van de voorbije 7 jaar van mijn werk. Het is niet echt eenvoudig om die 7 jaar samen te vatten in 3 kwartier. Vandaar dat het hier en daar misschien nogal snel gaat gaan over bepaalde onderwerpen. Maar ik heb toch geprobeerd om toch iets nuttigs te kunnen meegeven over mijn werk de voorbije 7 jaar. Ik ga het eerst even hebben over wat is mijn algemeen doel? Wat was mijn algemeen doel binnen mijn doctoraat? En waarom specifiek dat doel en waarom nu? Dan ga ik het even hebben over de rode draad door mijn onderzoek. Waar probeer ik altijd op te focussen? Hoe los ik mijn problemen op? En dan ga ik het hebben over de 3 eigenlijke inhoudshoofdstukken van mijn doctoraat. Die corresponderen met 3 papers die ik heb gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. 4 van deze 5 papers zijn momenteel al gepubliceerd. En 1 van de papers zit momenteel in het review, in het peer review proces. Met oog om later te publiceren. En op het einde van mijn presentatie is er dan ook tijd voor vragen. Ik zou ook het publiek aansporen om misschien een keer na te denken over een bepaalde vraag. Het lijkt een stilzwijgende regel om geen vragen te hebben uit het publiek, maar ik zou het altijd leuk vinden moest er toch een vraag komen. Dus ik waarschuw u al een keer op voorhand. Dus het algemeen doel van mijn doctoraat is eigenlijk altijd geweest om het werk van systeembeheerders eenvoudiger te maken. En dan, ja, systeembeheerders, dat zijn dus eigenlijk mensen die software installeren, software configureren, software updaten en onderhouden. Je kunt eigenlijk het verschil maken tussen softwareontwikkelaars en software systeembeheerders. De ontwikkelaars die schrijven de effectieve software, zij doen het programmeren. En dan de systeembeheerders die zorgen ervoor dat de software effectief goed draait, goed geïnstalleerd is en goed communiceert met alle andere software. En dan heb ik het ook specifiek over eigenlijk systeembeheerders voor het beheren van serversoftware. Dus het gaat niet echt over de software die op uw gsm of op uw laptop zou draaien, maar als je kijkt naar de WhatsApp-applicatie bijvoorbeeld, WhatsApp op uw gsm communiceert met servers van Facebook over het internet en daar draait dan de eigenlijke applicatie die u die chatfunctionaliteit geeft. Het gaat over op die servers de zaken die daar draaien. Hier ziet je dan ook onderaan een afbeelding van bijvoorbeeld een datacenter van Facebook. Dan is de vraag natuurlijk van ja, systeembeheer bestaat al heel lang. Waarom ben ik nu momenteel bezig met het vereenvoudigen van systeembeheer? En waarom dit specifiek? Ik ga dit uitleggen aan de hand van mijn titel. Zo weet je direct ook al wat dat mijn titel specifiek, waar dat specifiek over gaat. Dus een titel is in het Nederlands collaboratieve composities. Het vereenvoudigen van service orchestration van cloud tot edge. Die collaboratieve composities, dat gaat eigenlijk over applicaties. Moderne applicaties zijn collaboratieve composities. Het collaboratief, dat gaat er eigenlijk over dat deze dagen een applicatie, dat is niet meer een ding dat op een eiland staat en met niets anders communiceert. Het is heel belangrijk dat applicaties kunnen communiceren met andere applicaties. En dat is bijvoorbeeld ook een heel belangrijk deel van de 4e industriële revolutie. Dus je hebt eigenlijk, we hebben al 3 industriële revoluties volledig doorgemaakt en zijn nu bezig met de 4e. De eerste, dat ging over, voor het eerst gebruiken we energie die in de grond zit, die we niet hebben opgegeten of die dieren van ons niet hebben opgegeten. De stoommotor is daar een goed voorbeeld van. De 2e industriële revolutie ging dan eigenlijk over massaproductie. Ford is daar een heel goed voorbeeld van met de ontwikkeling van de lopende band. De 3e industriële revolutie ging dan over, oké, we gaan aan alle machines gaan we computers hangen en we gaan die computers gebruiken om de machines aan te sturen.
En dan momenteel zitten we eigenlijk in een vierde industriële revolutie, waar dat al die computers die allemaal aan machines hangen, waar dat al die computers eigenlijk met elkaar beginnen communiceren. Het draait er echt over, over alles aan elkaar hangen. En dan ook om ervoor te zorgen dat de grens tussen de fysieke wereld en de digitale wereld, dat die kleiner wordt door die computers ook meer te gaan connecteren met de fysieke wereld. En dan, wat is het punt eigenlijk van die vierde industriële revolutie? Wat maakt dat mogelijk? Een van de zaken dat het mogelijk maakt, is bijvoorbeeld, stel, je hebt een fabriek waar dat scheermachines worden gemaakt. En aan het eind van uw lopende band heb je daar een scheermachine. En je ziet dat daar één componentje mis is. Er is daar iets mis mee met dat componentje. Om dan te gaan kijken naar, oké, dat correspondeert met welke machine, waar is er hier iets misgelopen? En bijvoorbeeld, welke grondstoffen zaten daarin? Is dat een probleem met de grondstoffen? Is dat een probleem met de supplier? Of is er iets mis aan die machine zelf? Als al die machines met elkaar communiceren, en ook met de softwaresystemen van uw suppliers, van de plaatsen waar dat je bijvoorbeeld uw ijzererts uithaalt, dan is het veel eenvoudiger om effectief de problemen heel snel te vinden. Ook langs de kant van de klanten zijn daar enorm veel voordelen bij. Bijvoorbeeld, dat maakt het veel eenvoudiger om echt personalisatie te hebben op uw producten. Als al die machines aan een softwaresysteem hangen, dat dan bijvoorbeeld ook aan een webshop frontend hangt, dan kunt jij als klant eigenlijk gewoon uw scheermachine volledig customizen. En in de fabriek gaan die machines dan automatisch uw gepersonaliseerde scheermachine maken. Dat kan nu op een manier, dankzij de vierde industriële revolutie, kan dat nu op een manier waar dat je eigenlijk nog steeds de voordelen van automatisatie en massaproductie blijft hebben. Dit is dus eigenlijk het collaboration deel van mijn titel. Applicaties tegenwoordig zijn zaken die communiceren met andere applicaties. Dat is heel belangrijk. En dan het compositiedeel van dat deel van de titel, dat gaat eigenlijk over microservices. Als je kijkt naar een applicatie zoals WhatsApp, daar zit heel veel verschillende functionaliteiten. Zoals GPS-functionaliteit om je locatie te delen. Je kunt daar stickers aan toevoegen. Je kunt videocalls doen. Iedere van die functionaliteiten, als je gaat kijken naar op de server, dan is dat eigenlijk een kleine mini-applicatie. WhatsApp zelf draait niet meer als één grote WhatsApp-applicatie op de servers van Facebook, maar draait als een hele hoop kleine applicaties, kleine microservices noemen wij die applicaties, die dan eigenlijk allemaal tezamen communiceren en die dan allemaal communiceren met uw gsm, om daar eigenlijk dan in één applicatie getoond te worden. Van de gebruikerkant zie je dat niet echt, dat je eigenlijk met meerdere applicaties aan het praten bent, maar de applicatie zelf is dus een compositie. Vandaar dan, collaboratieve composities, dat is gewoon hoe de applicaties tegenwoordig zijn. En zoals je al kunt voorstellen, dit maakt het eigenlijk veel moeilijker voor een systeembeheerder om die applicaties te beheren. Je zit niet gewoon met één applicatie, één blok die op een eiland zit en met niets anders communiceert. Nee, je zit met composities die constant communiceren met andere composities. Facilitating Service Orchestration, dat gaat eigenlijk over het doel van mijn doctoraat. Service Orchestration, dat is eigenlijk een heel fancy term om te praten over het nieuwe systeembeheer van collaboratieve composities. Je bent niet bezig met één applicatie, je bent bezig met meerdere applicaties te orchestreren, als een dirigent eigenlijk. En als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld Facebook, de uitdagingen van de systeembeheerder bij Facebook, die zijn echt wel vrij groot. Facebook heeft bijvoorbeeld één systeembeheerder voor iedere 20.000 servers. Je kunt u al voorstellen dat daar automatisatie dus enorm belangrijk is. Als één systeembeheerder 20.000 servers moet rebooten, manueel, dan duurt dat minstens 38 uur. Dat is iets wat eigenlijk niet meer mogelijk is, vandaar dat er een enorme push is vanuit de industrie voor automatisatie van systeembeheer. Nu, hoe ziet die automatisatie er dan uit? Dat werkt eigenlijk met desired state models. Dat is eigenlijk de systeembeheerder
die beschrijft de gewenste eindstaat van de applicatie. Daarin gaat er dan staan bijvoorbeeld van deze software moet geïnstalleerd zijn, die configuratie moet aangepast zijn, de service moet aan het draaien zijn, die moet geconnecteerd zijn met die andere services. Dat is hetgeen dat de systeembeheerder beschrijft. De systeembeheerder geeft dit model, we noemen dat een declaratief model, geeft dit model dan aan software. En de software gaat dan gaan kijken van oké, wat is de huidige staat van de applicatie? Wat is de gewenste staat van de applicatie? En die gaat dan de nodige acties uitvoeren om de applicatie van de huidige staat naar de gewenste staat te krijgen. Ik heb hier het voorbeeld gegeven van, stel nu, je wilt door een doolhof gaan. In de plaats van dat je zegt van, hier, je moet die weg volgen, zeg je gewoon van, kijk, ik wil hier geraken en ik sta hier. Dat is dan eigenlijk het declaratief model. Dat geef je dan aan de orchestrator. En de orchestrator die gaat dan zelf beslissen van, oké, om hier te geraken, moeten we dit pad volgen. En die gaat dan de nodige acties uitvoeren om effectief door het doolhof te lopen. Dat is een beetje een andere manier om die declaratieve modellen voor te stellen. Echter, het probleem is dat het huidige werkveld van eigenlijk die automatisatieplatformen, die worden enorm hard gedomineerd eigenlijk door de grote technologiereuzen. Bedrijven gelijk Google, Amazon, Microsoft en Facebook, zij zijn de grote bedrijven die automatisatiecode ontwikkelen en platformen ontwikkelen voor automatisatie voor systeembeheerders te helpen. Maar het probleem is dan dat de problemen dat zij op focussen, dat gaat eigenlijk over de problemen dat die gigantisch grote technologiebedrijven hebben. Bijvoorbeeld, ik heb daarnet gezegd, één systeembeheerder voor 20.000 servers. Dus die automatisatiecode die focust op hoe kunnen we één systeembeheerder eigenlijk schalen, zodat die ene persoon 20.000 servers kan beheren. Dat gaat dan ook over hoe kunnen we onze applicaties stabieler draaien en hoe kunnen we bijvoorbeeld sneller updates uitvoeren op onze applicaties. Een applicatie gelijk Facebook die heeft eigenlijk meerdere updates per dag. Nu, dat wil ook zeggen dat er eigenlijk vanuit die grote bedrijven is er veel minder focus op oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de systeembeheerder minder IT-kennis nodig heeft om dat werk uit te voeren? Of dus in andere woorden, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons platform de zaken effectief eenvoudiger maakt voor systeembeheerders? Want ja, een bedrijf zoals Google of Facebook, zij hebben het geld en zij hebben de naamsbekendheid om van over heel de wereld de beste systeembeheerders eruit te plukken en te betalen. Zij zitten niet met het probleem van kennis, zij zitten met het probleem van schalen. Vandaar dan eigenlijk het doel van dit doctoraat is veel meer van oké, hoe kunnen we die zaken eenvoudiger maken? Als laatste deel van mijn titel is dan From Cloud to Edge. Dat gaat eigenlijk over waar draaien die applicaties. De eerste vraag is dan natuurlijk, wat is de cloud? Ik heb er net gepraat over, servers zitten in datacenters die bijvoorbeeld gerund worden door Facebook. Datacenters zijn heel duur. Je kunt hier al gewoon zien, dat zijn datacenters van Facebook, van Amazon en van Google. Alleen maar al door naar die gebouwen te kijken, kunt je voorstellen dat daar honderden miljoenen inkruipen om zo één datacenter te bouwen. Dat is ontzettend duur. En dat is eigenlijk het probleem dat de cloud probeert op te lossen. Dus langs de kant is het een beetje een eenvoudig idee van kijk, we gaan gewoon servers huren. De cloud maakt het mogelijk om servers te huren. Maar er zijn daar wel een paar kanttekeningen bij. Een paar eigenschappen die echt heel specifiek zijn voor een cloud. En dat is bijvoorbeeld dat je eigenlijk on-demand je krijgt de computercapaciteit dat je nodig hebt en je betaalt enkel voor alles wat je gebruikt. Je betaalt niet voor die servers die daar in de cloud staan niets te doen. Je betaalt enkel voor de servers dat je effectief zelf gebruikt. Een tweede eigenschap is dat er ogenschijnlijk
ongelimiteerde resources zijn voor u om in te huren. Als jij op een bepaald moment zegt tegen Amazon bijvoorbeeld van geef mij nu 100 extra servers, die ga je dat gewoon geven. Het lijkt alsof dat je een oneindig aantal resources kunt opvragen van Amazon. En ook als je dan gaat kijken naar de eigenlijke hardware, dan zie je dat er eigenlijk meerdere klanten op dezelfde hardware zitten. Vanuit het standpunt van die klanten lijkt dat eigenlijk alsof dat zij zelf een eigen server hebben. Zij merken dat eigenlijk niet dat daar ook andere mensen op zitten, maar de hardware wordt gedeeld overheen verschillende klanten en daardoor kan de cloud wel effectief kostenefficiënt zijn. Je kunt dat eigenlijk zeer goed vergelijken met hoe dat elektriciteit momenteel werkt. Elektriciteit is ook, als je op een bepaald moment je wasmachine aanzet, dan verwacht je dat daar elektriciteit gaat uitkomen om je wasmachine te laten draaien. Er lijkt een oneindige supply aan elektriciteit uit je stopcontact te komen. En het is maar heel af en toe dat we er eigenlijk in aanraking mee komen dat dat een fysisch systeem is dat niet ongelimiteerd is. Dus dan de volgende stap is, oké. Ik wil het werk van systeembeheerders eenvoudig maken. Hoe pakken we dat specifiek aan? Eigenlijk probeer ik twee zaken mogelijk te maken. Het eerste wat ik wil mogelijk maken is dat systeembeheerders hun huidige kennis kunnen in software steken, kunnen encapsuleren in software. Het tweede wat ik wil mogelijk maken is dat dan andere systeembeheerders die software proberen te gebruiken. Dan proberen te gebruiken zelf om eigenlijk hun eigen infrastructuur te beheren. Op die manier kun je eigenlijk kennis hergebruiken van een andere systeembeheerder en heb je zelf minder kennis nodig. Dat is een concept dat eigenlijk al enorm wijd verspreid is als je kijkt naar softwareontwikkeling zelf. Als je mij niet op mijn woord gelooft, kun je evengoed gewoon een keer op je gsm een gelijk welke applicatie openen en ergens naar settings gaan en dan vaak kun je op help of op about klikken en dan kun je ergens doorklikken voor meer informatie over licenties. Bijna iedere applicatie heeft een scherm met die licenties en de applicatie die zo'n scherm niet heeft, die zijn waarschijnlijk fout bezig, want eigenlijk iedere Android-applicatie, iedere iOS-applicatie die gebruikt open source software. Er wordt eigenlijk een ecosysteem gecreëerd waarin dat verschillende software developers zelf moeilijke problemen oplossen. En dan een moeilijk probleem is bijvoorbeeld, hoe download ik een bestand van het internet? Zij schrijven zelf software die gespecialiseerd is in het downloaden van bestanden op het internet. En die software die wordt dan gebruikt in andere applicaties. Iedere applicatie op Android of iOS die iets downloadt, die gebruikt een open source codebibliotheek, dus een open source ander stuk software, om die bestanden te downloaden. Dat is eigenlijk de reden dat we nu echt een explosie zien van zoveel heel nuttige applicaties en zoveel software, is omdat iedere generatie van softwareontwikkelaars, die bouwt eigenlijk verder op de vorige generatie. We hebben nu een enorme basis aan open source software die al bestaat, die ervoor zorgt dat softwareontwikkelaars zelf niet meer kennis moeten hebben over ieder detail. En wat dat mogelijk maakt, is eigenlijk het concept van abstracties. Stel nu, jij bent een softwareontwikkelaar en jij maakt een applicatie die een bepaald bestand moet downloaden, bijvoorbeeld de homepagina van google.com. Wat dat jij dan doet, is eigenlijk dat jij dat commando doorgeeft aan een andere applicatie. Je schrijft code die eigenlijk zegt gewoon download google.com. Heel eenvoudig. Maar wat dat een bestand downloaden wil zeggen, is achterliggend eigenlijk heel complex. Hier zie je een aantal stappen die nodig zijn om een bestand te downloaden. De URL moet geparsed worden, er moet een IP-adres opgehaald worden, een TCP-IP-connectie moet opgezet worden, er is encryptie nodig, er is authenticatie nodig en dan moet er met een nieuw protocol HTTP-GET-commando's uitgevoerd worden. Dit
deze volledige functionaliteit, de meeste softwareontwikkelaars die Android-apps creëren, die zijn niet volledig mee met hoe dat volledig werkt. Zij laten dat gewoon over aan een al bestaande codebibliotheek, die noemt curl of libcurl. En tegen die bibliotheek zeggen ze gewoon van download dat bestand. En die bibliotheek die gaat dan zelf een hele hoop dingen doen om dat bestand effectief te downloaden. En het heel interessante aan abstracties, dus curl geeft eigenlijk een abstractie naar de laag erboven. De abstractie is een manier om bestanden te downloaden. En dan achter de abstractie zit die heel complexe logica. En het heel interessante is dat je dat eigenlijk bovenop elkaar kunt zetten, want curl zelf, die gebruikt eigenlijk ook al een andere codebibliotheek voor de encryptie en de authenticatie te doen. Dus op die manier krijg je dan eigenlijk een systeem waar dat je softwareontwikkelaars hebt die expert zijn in encryptie en authenticatie. En zij ontwikkelen OpenSSL. Dan heb je andere softwareontwikkelaars die expert zijn in hoe download je het bestand. Zij ontwikkelen curl en gebruiken OpenSSL voor de encryptie. Dan heb je andere softwareontwikkelaars die een krak zijn in hoe kun je een goede applicatie maken op Android. En zij gebruiken dan gewoon curl. En op die manier blijf je iedere keer verder bouwen en blijf je eigenlijk kennis hergebruiken, waardoor dat je zelf die kennis niet meer nodig hebt. Dat is eigenlijk hetgeen dat we willen bereiken met dit doctoraat, om die zaken te ontwikkelen ook voor systeembeheerders. Dat we binnenin met systeembeheerders zelf ook zo'n ecosysteem kunnen krijgen. Dus de eerste onderzoeksvraag van mijn doctoraat is: hoe kunnen we de kennis van een systeembeheerder over wat moet er precies allemaal opgezet worden om dit probleem op te lossen? Hoe kunnen we die kennis encapsuleren in software op een manier dat andere systeembeheerders die kennis kunnen hergebruiken? Hoofdstuk 2 van de doctoraatsboek die legt dat uit. Die stelt het concept voor van de orchestrator conversation om dit probleem op te lossen. Een van de belangrijkste delen van de orchestrator conversation, dat is eigenlijk de orchestration agent. Dat is een stuk software die ontwikkeld is door een systeembeheerder. En die software die bevat de kennis van een systeembeheerder, van hoe dat je een abstracte vraag om iets op te zetten, kunt omzetten naar een concrete vraag om iets op te zetten. En dus een abstracte vraag, dat kan iets zijn zoals zet mij een databank op. En een concrete vraag, dan is dat van oké, om die databank op te zetten, heb je 3 verschillende services nodig die op een bepaalde manier geconfigureerd zijn en op een bepaalde manier aan elkaar hangen. En dus de orchestrator, orchestration agent, hier zit dan eigenlijk die abstractie in. Het tweede belangrijke van de orchestrator conversation, dat is de operator relationship. Dat is eigenlijk de relatie die een systeembeheerder heeft, de connectie die een systeembeheerder heeft met zo'n agent. En die systeembeheerder die communiceert met de agent door middel van opnieuw die declaratieve modellen. Maar dan een abstract declaratief model dat door de agent omgezet wordt in een concreet declaratief model. Nu, het interessante aan de operator relationship is dat dat iets is wat dat zowel kan gebruikt worden door de systeembeheerder als door software zelf. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk datzelfde concept krijgt van stacking, waar dat je de verschillende zaken gaat, waar dat je eigenlijk meerdere abstracties kunt bouwen bovenop elkaar. Dan is er natuurlijk de vraag van, ja, maar soms moet software ook aan elkaar gehangen worden. Hoe kunnen we daarvoor zorgen dat automatisatiecode die één systeembeheerder heeft geschreven, dat die kan communiceren met automatisatiecode van een andere systeembeheerder, om samen te werken, om samen iets op te zetten. En dat wordt eigenlijk opgelost door de peer relationship. Dat is eigenlijk een relatie dat kan gemaakt worden tussen twee agents. En die relatie die wordt dan gebruikt door die agents om tezamen eigenlijk te gaan communiceren over wat kan er hier specifiek opgezet worden, wat moet er hier veranderen. Hier zit dan het voorbeeld bij van bijvoorbeeld, je hebt de databank. Maar je wilt in de databank wilt je eigenlijk ook een analyseframework erin steken. Dat is een soort van plugin. De orchestration agent die verantwoordelijk is voor het analyseframework, die gaat dan communiceren met de agent die verantwoordelijk is voor de databank. En die gaat dan zeggen van, hey,
wil jij deze plugin installeren in de databank. Die agent die gaat dan het concrete model gaan aanpassen om dan die plugin daar ook in te zetten. Nu, om aan te tonen dat dat geen enorm far-fetched idee is dat onmogelijk implementeerbaar is, hebben we daar een proof of concept van geïmplementeerd. En hebben we dat ook gebenchmarkt om te kijken van wat is eigenlijk de overhead van het omzetten van een abstract model naar een concreet model. En dan hebben we hier gezien dat eigenlijk dit is de eigenlijke tijd dat nodig is, de bovenste lijn is de tijd dat nodig is om de infrastructuur op te zetten. Dit is de tijd dat nodig is om dat abstract model om te zetten in een concreet model. Dus hier ziet je dat eigenlijk de tijd om die modellen om te zetten is eigenlijk verwaarloosbaar klein. Dus hier zien we dat dit eigenlijk wel een vrij goede manier is om dit probleem op te lossen. Nu, dit is niet de volledige oplossing voor mijn volledig doctoraat, want er zijn veel meer zaken dat een systeembeheerder doet naast eigenlijk het installeren van software. Nadat software geïnstalleerd is, moet die ook beheerd worden, moet die geüpdate worden, moet die soms geherconfigureerd worden. Hoe lossen we dat probleem op? Dus de tweede onderzoeksvraag is, hoe kun je de kennis van een systeembeheerder over wanneer dat welke beheersacties moeten uitgevoerd worden, hoe kunnen we die kennis encapsuleren in software, zodat een andere systeembeheerder die kan gebruiken? Dat lossen we op door middel van het reactive pattern. En daar moet je eerst even weten hoe dat een normale orchestrator dit probleem probeert op te lossen. Dus hoe dat orchestrators standaard dit probleem oplossen, is door middel van lifecycle hooks. Het idee is dat iedere applicatie door een bepaalde lifecycle gaat. Van eerst wordt de applicatie geïnstalleerd, dan wordt ze opgestart, dan wijzigt er configuratie, dan wordt ze geüpdate, dan wordt ze stopgezet. En dus de orchestrator zelf, die geeft de mogelijkheid voor systeembeheerders om mee te geven van als de applicatie in deze lifecycle stap is, dan moet deze code uitgevoerd worden om bijvoorbeeld de applicatie te herconfigureren of om de applicatie op te starten of af te sluiten. Nu, het probleem is dat die lifecycle hooks, die zijn eigenlijk veel te simplistisch. Die komen totaal niet overeen met de eigenlijke levenscyclus van applicaties zelf. Hier aan de rechterkant ziet je een realistische levenscyclus van een webserver die geëncrypteerde verbindingen toestaat. Dat kan totaal niet beschreven worden door middel van die simplistische lifecycles dat orchestrators normaal gezien geven. Het tweede probleem is ook, kijk, je hebt hier een lifecycle. Hoe kun je daar delen van die lifecycle eruit halen en hergebruiken in een andere lifecycle? Het is niet zo eenvoudig om gewoon ergens in de lifecycle te knippen en dan een deel van de levenscyclus te gaan hergebruiken. Bijvoorbeeld, normaal gezien moeten er hier 3 kleuren op staan. Ik ben kleurenblind, maar ik zie wel dat er hier maar 2 kleuren op staan. Er is dus iets mis met de projector. Zijn er 3? Oké. Okay. Dat is vrij goed dat jullie dat wel zien dan. We gaan dat even hebben over alle stappen die blauwachtig zijn. Dat zijn de stappen die te maken hebben met de encryptie configureren. En hier zie je dan van hier heb je een paar stappen, hier heb je een stap en hier heb je een stap. Je kunt dus niet gewoon de levenscyclus in een stukje knippen en dan een deel van de levenscyclus aan een andere systeembeheerder geven. Dat gaat niet. Dus we moeten dit probleem ook oplossen. Een manier om delen van de levenscyclus te gaan encapsuleren, zodat we ze kunnen hergebruiken. De oplossing daarvoor is eigenlijk het reactive pattern, zoals ik er net al gezegd heb. Dat is eigenlijk een eventgebaseerd systeem dat zelf een levenscyclus opbouwt op basis van handlers. Dus iedere actie die je uitvoert, zoals installeer dit, start dit, configureer dit, die zit in een handler. En een handler heeft precondities en postcondities. De precondities die zeggen wanneer moet deze handler uitgevoerd worden, wanneer moet deze actie uitgevoerd worden. En de postcondities die beschrijven op een manier hoe heeft deze actie het systeem aangepast. Bijvoorbeeld een handler die de service opstart,
die kan als preconditie hebben, de service is geïnstalleerd, maar is nog niet opgestart. En als postconditie gaat die zijn, de service is nu wel opgestart. Die precondities en die postcondities die worden eigenlijk doorgegeven door middel van flags. En bepaalde flags kunnen gezet worden door handler zelf, zoals de applicatie is opgestart. Of bepaalde flags die kunnen gezet worden door de orchestrator zelf, zoals er is een configuratie gewijzigd. We hebben dat concept dan ook geïmplementeerd in het Charms.reactive framework. Dat was de samenwerking met Canonical, het bedrijf dat Ubuntu Linux ontwikkelt. Zij zijn ook de ontwikkelaars van de Juju Orchestrator. En daar hebben we samengewerkt met Canonical om dit dus effectief te implementeren. En dan hebben we overheen een periode van 4 jaar gekeken van, zorgt dit framework er nu effectief voor dat er een ecosysteem ontstaat waarbij dat systeembeheerders code beginnen delen met elkaar. En het resultaat daarvan is eigenlijk vrij positief. Na 4 jaar zien we dat eigenlijk maar 28% van de stukken automatisatiecode, maar 28% gebruikt geen enkele code die ergens anders gebruikt wordt. Dus maar 28% van de stukken automatisatiecode is volledig uniek. Binnenin dat ecosysteem is dus meer dan 70% van de stukken automatisatiecode na 4 jaar gebruiken code die ook in een ander stuk automatisatiecode gebruikt worden. Alhoewel dat er spijtig genoeg nog steeds 28% is die geen code hergebruikt, toont dit eigenlijk wel aan dat dit een goede manier is om hergebruik van code te stimuleren binnenin dat ecosysteem. Nu, doorheen mijn doctoraat is heel het landschap van systeembeheer ontzettend hard veranderd. Een enorm grote invloed daarvan is eigenlijk de opkomst van containers en specifiek de opkomst van Kubernetes. Kubernetes is een service orchestrator die containers gebruikt en die is eigenlijk de de facto standaard geworden doorheen mijn doctoraat. En ook doorheen mijn doctoraat, na publicatie van mijn service orchestration paper, heeft Kubernetes ook het idee van controllers laten verder evolueren naar het idee van operators. En die operators die maken het effectief mogelijk om abstracties toe te voegen aan Kubernetes. Ik denk niet dat dat afgekeken is van mijn werk, maar het toont wel aan dat we allebei in de juiste richting aan het gaan zijn. En operators specifiek die maken het dus mogelijk om abstracties aan te maken en om nieuwe abstracties aan te maken die werken op basis van andere abstracties. Je kunt dus opnieuw zo een ketting van abstracties maken. Maar er zijn wel een paar problemen bij Kubernetes. Een van de grote problemen is dat er eigenlijk relaties tussen services worden niet expliciet ondersteund door Kubernetes. Alhoewel dat Kubernetes zelf eigenlijk specifiek gemaakt is voor composities te beheren, voor microservice applicaties te beheren, is het niet mogelijk om expliciet te zeggen binnenin Kubernetes, binnenin uw declaratief model van wat je wilt, van die twee services moeten aan elkaar hangen. Dus mijn volgende onderzoeksvraag is, hoe kunnen we de kennis van een systeembeheerder over hoe dat verschillende microservices aan elkaar moeten gehangen worden, hoe kunnen we die kennis encapsuleren en hergebruiken en dan specifiek toegepast op Kubernetes? Hoofdstuk 4 geeft daar een oplossing voor. Die noemt Orcon. Zoals de naam al een beetje zegt, Orcon is eigenlijk een evolutie van de Orchestrator Conversation. Waar dat het idee van relaties uit Orchestrator Conversation gehaald is en in Kubernetes gestoken is door middel van Orcon. En dus wat dat Orcon eigenlijk mogelijk maakt, is dat relaties expliciet gedefinieerd worden in uw declaratief model, zodat Kubernetes die relaties automatisch kan beheren en zodat het ook voor systeembeheerders zelf heel duidelijk is binnenin deze applicatie wie praat er met wie, wat wordt er hier gecommuniceerd. Aan de rechterkant ziet je
een grafische representatie van zo'n declaratief model in Kubernetes zelf. En hier zie je dat, alhoewel dat deze services met elkaar communiceren, zit er eigenlijk niets in het model dat dat aangeeft. Aan de linkerkant zie je de oplossing door middel van Orcon, waar dat er dus expliciet wordt aangegeven, deze service communiceert met deze service, zodat Kubernetes die relatie zelf kan beheren. Ook dat hebben we dan geïmplementeerd bovenop Kubernetes, als eigenlijk een combinatie van operators en controllers. En waar dat we dan eigenlijk ook hebben gekeken van wat is nu de overhead van deze abstractie toe te voegen aan Kubernetes. Hier hebben we dan ook gezien dat de abstractie eigenlijk niet zoveel meer tijd toevoegt aan de tijd om zaken te deployen. En dat zeker als je de performantie van Orcon, van ons systeem, vergelijkt met de performantie van Juju, wat dat een volledig andere manier is om ook relaties te kunnen aanmaken bovenop Kubernetes, dan zie je dat Orcon er echt enorm goed uitkomt qua performantie. Nu hebben we het eigenlijk constant gehad over wat dat we noemen het control plane. Dus het uitwisselen van informatie over hoe dat zaken moeten geconfigureerd worden. Maar natuurlijk, applicaties gaan ook zelf informatie uitwisselen. Bijvoorbeeld datastromen. In het geval van WhatsApp zou dat gaan over berichten. Berichten moeten uitgewisseld worden. Hoe kunnen we die zaken doen? Specifiek binnen een doctoraat, binnen dit doctoraat, hebben we gekeken eigenlijk naar het collaboratieve analyse van datastromen. Dit is een voorbeeld van zo'n collaboratieve datastroom, waarin dat je eigenlijk binnen één bedrijf hebt je twee verschillende teams die samen, min of meer onafhankelijk van elkaar, maar wel samen, één datastroom beheren. Je zit met de data engineer en binnen een bedrijf, data engineers zijn typisch heel goed in het het halen van data uit bepaalde databronnen en in andere databronnen gaan steken en decoderen. En dan heb je een tweede team, dat zijn de data scientists. Zij zijn heel goed in de eigenlijke analyse van de data. Dus zij moeten altijd samenwerken binnenin een bedrijf om tot een oplossing te komen. Maar er zijn eigenlijk geen goede frameworks om die samenwerking eigenlijk automatisch te laten gebeuren. Dus de volgende onderzoeksvraag dat tijdens het doctoraat bekeken wordt, is hoe kunnen we meerdere onafhankelijke partijen eigenlijk laten samen een datastroom, een serverless data analyse stroom, laten beheren. Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk 5. Daarvoor hebben we de software Plumber ontwikkeld. Plumber is een serverless stream processing framework dat bovenop Kubernetes draait, dat een hele hoop interessante features heeft, zoals atomaire upgrades, rollback naar vorige versies van uw analyselogica, het automatisch schalen, maar ook het automatisch schalen naar nul, wanneer dat er niets te verwerken valt. En het is ook volledig declaratief en het werkt volledig bovenop Kubernetes. Het zit hier in mijn publiek, zit hier Bert, die eigenlijk hier aan gewerkt heeft als deel van zijn masterproef. Dus enorm veel dank aan hem om hier aan mee te werken. Hij heeft eigenlijk alle implementatie gedaan van dit framework. Maar wat dat heel interessant was dat het ontwikkelen van dit platform is een stuk eenvoudiger gemaakt door Kubernetes te gebruiken. En hier komt dan ook echt de kracht van die Kubernetes abstracties naar boven. Bijvoorbeeld, de functionaliteit om automatisch te schalen, dat is functionaliteit dat we eigenlijk niet zelf hebben geïmplementeerd. Dat is een bestaande component die bestaat voor Kubernetes applicaties, die een applicatie gaat schalen op basis van hoeveel events komen er binnen en heeft die applicatie nog veel werk of heeft die applicatie weinig werk. Hetzelfde gebeurt met
Het beheren van de software om de verschillende delen van de datastroom met elkaar te laten communiceren. Dat is ook gewoon een component die al bestond als open source software in het Kubernetes-ecosysteem. En dat we gewoon hebben kunnen inpluggen in dit framework. Dat toont echt dat het effectief, dat die abstracties het effectief eenvoudiger maken om software te beheren. Dat framework hebben we ook uitvoerig getest. Waaruit dat dan ook blijkt dat we eigenlijk vergelijkbare performantie hebben in dit framework als andere dataverwerkingssoftware. Nu, ik heb daarnet bij de volledige uitleg over de titel van mijn doctoraat, heb ik een klein woordje vergeten uit te leggen. De edge. Ik heb gezegd, de cloud, dat gaat eigenlijk over het huren van servers in andermans datacenter. Nu, om de edge uit te leggen, ga ik even een voorbeeld geven van Netflix. Netflix is een applicatie waar we een enorm groot deel in de cloud draait. Daar worden alle films en alle series opgeslagen. Hier in België is er een Amazon datacenter in Wallonië waar dan Netflix draait. Maar als je hier vanuit Gent een Netflix film wilt gaan kijken, dan is het vrij lastig als die film vanuit Wallonië moet komen. Dan heb je ten eerste moet je daar even op wachten tegen dat dat opstart. En ten tweede, de verbinding van hier naar Wallonië is niet altijd even goed. En als iedereen tegelijkertijd films bekijkt, dan kun je het probleem hebben dat die verbinding eigenlijk volledig verzadigd wordt en dat niemand nog een film kan bekijken omdat die veel te veel gebruikt wordt. Daarom heeft Netflix ook eigenlijk verschillende caching servers gemaakt die zij in lokale datacenters gaan zetten in steden. Bijvoorbeeld hier in Gent staat er in datacenters van lokale internetproviders staan hier caching servers van Netflix, zodat als jij vanuit Gent een film bekijkt, de populairste films, die gaat jij downloaden vanuit Gent, die gaan niet naar het grote datacenter in Wallonië moeten gaan. Dat is dus eigenlijk de edge. De edge is het idee van, we gaan zaken terug dichter zetten bij gebruikers. Dat kan zijn in lokale datacenters, of dat kan zelfs ook zijn binnenin uw gebouw, bijvoorbeeld een router. Maar dat gaat dus over de applicaties terug dichter bij gebruikers brengen. Nu, heel goed voor Netflix. Netflix heeft de naamsbekendheid en de capaciteit om naar Proximus te stappen, om naar Telenet te stappen en te zeggen van hey, willen jullie niet even hier deze doos in jullie datacenter zetten in Gent, zodat dat werkt voor ons. Maar dat zijn zaken dat bijvoorbeeld een hele hoop Vlaamse KMO's, ze hebben de naamsbekendheid niet, ze hebben die resources niet om dat te doen. Dus hoe kunnen we daarvoor zorgen dat kleinere bedrijven ook van die functionaliteit kunnen gebruik maken? Die lokale datacenters zijn er. Maar het is heel moeilijk om daar gebruik van te maken, omdat je eigenlijk heel vaak nog steeds moet gaan naar de internetprovider zelf en daar dan eigenlijk e-mails sturen en hopen dat ze antwoorden. Dus de fog, dat is eigenlijk een van de manieren om dit probleem op te lossen. De fog is eigenlijk het idee dat dat huren van computerkracht, dat model dat we in de cloud doen, het huren van computerkracht, dat we dat eigenlijk ook doen voor alle computerkracht daar is tussen de cloud en de gebruikers. Dat we dus eigenlijk een soort van marktplaats of een soort van ecosysteem creëren waar de applicaties eigenlijk in de cloud kunnen draaien of dichter bij gebruikers in de edge kunnen draaien en de applicaties kunnen naar andere locaties migreren. Wanneer dat bijvoorbeeld de gebruikers, wanneer dat er ergens bijvoorbeeld een hele hoop nieuwe gebruikers komen, dat de applicatie dan ook naar daar gaat. Een ecosysteem om ervoor te zorgen dat eigenlijk die kracht van edge computing beschikbaar wordt voor iedereen. Dus de volgende onderzoeksvraag, de laatste onderzoeksvraag voor mijn doctoraat is, hoe kunnen we alles wat we eigenlijk hebben gedaan met de cloud, hoe kunnen we die software en hoe kunnen we die methodologieën, hoe kunnen we die ook gaan toepassen op de edge en op de fog? Vandaar hoofdstuk 6 praat eigenlijk, introduceert een nieuw concept, fog native. Dat is eigenlijk een idee van, het is een soort van toekomstvisie, van hoe zien wij dat zoiets zou werken? Wat moet er aangepast worden om die zaken te laten werken? Dus
het hoofdstuk start eigenlijk met te gaan onderzoeken wat zijn de huidige problemen die ervoor zorgen dat we de software die we gebruiken in de cloud, dat we die niet direct in de uitzendende fork kunnen gebruiken. En gaat dan een architectuur gaan voorstellen om die problemen op te lossen. Dit is eigenlijk, dit hoofdstuk en dit artikel is eigenlijk een soort van visiestatement, een soort die eigenlijk aangeeft van, dit is hoe dat wij denken dat dat probleem kan opgelost worden. Dat is waarom dat probleem er is en waarom dat belangrijk is om dat op te lossen. En dat is hoe dat wij denken dat wij het kunnen oplossen. En dat is eigenlijk een nieuwe deur dat wij nu geopend hebben voor een hele hoop nieuw onderzoek om te gaan naar die realiteit van een volledig open FOC ecosysteem. Ik heb er net gepraat over architectuur. Dit is dan hoe dat zo een FOC native architectuur eruit ziet. Een heel belangrijke wijziging is dat er wordt gewerkt met intentmodellen in de plaats van declaratieve modellen. Dat is eigenlijk het verschil tussen tussen beschrijven wat je wilt dat het resultaat is van uw infrastructuur, tegenover beschrijven wat dat de staat is van uw infrastructuur. Even heel eenvoudig, in een intentmodel kun je beschrijven dat je wilt bijvoorbeeld dat een film toekomt bij gebruikers in Gent binnen de zoveel milliseconden. Dat is wat je beschrijft in je intentmodel. En dan is het aan de orchestrator om dat om te zetten in, oké, wat moet er nu specifiek opgezet worden om dat te kunnen verkrijgen? Dat wil dus zeggen dat er hier in Gent een nieuwe caching server gaat moeten opgezet worden in dat datacenter. Op die manier heb je eigenlijk een veel flexibelere manier voor systeembeheerders om aan te geven aan het systeem van wat willen we specifiek. En geeft je het systeem veel meer vrijheid om uw applicatie te gaan optimaliseren, om zo optimaal mogelijk te draaien, zowel in de cloud als in de edge. We hebben dan ook een hele hoop simulaties gedaan, eigenlijk om aan te tonen dat dit een probleem is dat moet opgelost worden, omdat bijvoorbeeld als je een applicatie gewoon random gaat distribueren over de fork, dan krijg je eigenlijk nog veel slechtere latency dan als je die applicatie enkel en alleen in de cloud gaat draaien. Het is dus heel belangrijk om heel veel intelligentie te steken, een heel intelligente orchestrator in de fork te steken, die die zaken kan gaan optimaliseren, zodat je in de fork met distributie eigenlijk veel betere latency krijgt dan als je het enkel in de cloud draait. Dit was het. Ik hoop dat dat een beetje binnen de tijd was. Het is min of meer binnen de tijd. Is dat nu tijd voor vragen? Ik laat het woord aan de jury.